Dit is Ik heb een plan. Het programma van Andy, Fatima, Jerry, Jude, Rosanne en Stacy. Zij gaan de wereld veranderen. En dan denk je misschien, wat doet die doos hier? Nou, die doos had vroeger ook een plan. Ik heb vroeger briefjes achter de voorruiten van auto's gedaan bij mij in de buurt, in de parkeergarages, om mensen op te roepen om milieuvriendelijke apparaten te kopen. Het is niet helemaal geslaagd en niet echt een grote landelijke campagne geworden, maar ik doe nu mijn best met de campagne Eet geen dierenleed. Dus, laten we maar beginnen met onze drie plannenmakers. Andy haalt hangjongeren van de straat. Hij was vroeger zelf een probleemjongere en hij wil niet dat anderen dat ook worden. En de tweede, dat is Jerry. Jerry die wil zijn eigen politieke partij oprichten. En tot slot zien we Stacy. Zij wil jonge beentjes vooruit helpen met haar eigen platenlabel. Ja, ik heb een plan, ik wil graag een debat organiseren. Ik heb een plan, ik wil graag een politieke beweging oprichten. Ja, mijn plan is om een modeshow te houden voor het goede doel. Ik heb een plan om in Burundi een tehuis voor straatkinderen op te zetten. Mijn plan is onbekende mensen een kans geven om bekend te worden. Mijn plan is om hangjongeren te helpen. Mag ik binnenkomen? Nou, oké. Mijn plan is, simpel gezegd, onbekende bands een kans geven om bekend te worden. En dat door middel van een platenlabel. Je eigen platenlabel? Ja, een eigen platenlabel oprichten genaamd Stacy Records. Ik heb al een cd uitgebracht genaamd Dutch Delight. Dutch Delight volume 1. Oh, je hebt hem hier. Hij ligt hier toevallig. Kijk hoor. Spannend, hè? Tot nu toe gaat het heel goed. Hoe komt dat, denk je? Omdat het volgens mij en volgens vele anderen een leuk initiatief is. En omdat er heel weinig gedaan wordt met jonge bands of onbekende bands. Dankzij al het gedownload, wat iedereen doet, is de cd-verkoop ontzettend gekelderd. En dat heeft weer tot gevolg dat de major maatschappij echt helemaal niks meer doen met nieuwe bands. En dat is jammer, want er zijn heel veel leuke bands in het land en daarvoor ben ik er. Follow my fellow Americans and not what your country can do for you and what you can do for your country. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Kom binnen. Dank je. Nou, ik heb een plan. Ik wil graag een politieke beweging oprichten hier zo in mijn gemeente Leidschendam-Voorburg. Een nieuwe beweging waar mensen zeg maar niet meer vasthouden aan één bepaalde politieke visie, zoals het geloof of het linkse of het rechtse. Maar gewoon dat ze kijken, elk standpunt afzonderlijk, ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat. En proberen naar de mensen te luisteren. Beste lezer, voor u ligt het ideaal in Nederland, de Realistische Partij genaamd. De Realistische Partij is mijn visie hoe het politieke beleid er nu uit zou moeten zien. Deze visie is ontstaan na het jarenlange volgen van de dagelijkse realiteit. De ergernissen die daaruit voorkwamen ontwikkelden zich in mijn politieke ideeën. Doordat deze ideeën zich steeds meer ophoopten in mijn hoofd, kwam de drang om deze op papier te zetten. Dit resulteerde in hetgeen wat nu voor u ligt. Dit is volgens mij van de allereerste versie. Juist, dit is de allereerste versie. Partijprogramma. De Realistische Partij, eerste druk. Dus je wist al dat er meer drukken zouden komen? Ja, want toen iedereen vroeg om en ik was er nog gewoon mee bezig. Dus was eigenlijk nog geen afwerk. Nog steeds is het niet af, want het partijprogramma is eigenlijk nooit klaar in mijn opinie. Maar toen wist ik al dat er snel een volgende zou komen. Mijn plan is om jongeren te helpen, dus zodat de jongeren beter gaan functioneren in de maatschappij. Welke jongeren bedoel je dan? Nou, ik heb het eigenlijk meer over de hangjongeren, echt de probleemjongeren. Ik ben ook zelf als straatjongen van de straat opgepikt. En, door wie? Door mevrouw Joyce van der Linden. En zij heeft mij gevraagd als ik empowerment wou gaan doen. Ik heb nog nooit eerder met haar gesproken. Ze kwam gewoon spontaan naar me toe van, ja, wil je empowerment? Ik zeg, ja, wat houdt het in? Toen ging ze me een beetje uitleggen wat het is, toen vond ik het nog niet boeiend. Maar toen zei ze van, ja, je gaat een weekendje naar een congreshotel en je krijgt alles gratis eten en drinken. Toen dacht ik, ja, nou, dit spreekt me wel aan. En zo ben ik gegaan. Ja, en zo ben ik gegaan.
En dan ga je een website maken. Om kosten te besparen maak je zelf een siteje. En dat heb ik ook gedaan. En dan plaats je oproepen dat Stage Records, nieuw label, richt zich op nieuwe bands, band zoekt. En dan stromen de demo's binnen. Waar gaan we naartoe? Naar kantoor. In de achtertuin. Ja, maar het regent. Dus. En als je dan hier eerst deze filmt? Deze demo's moet ik nog doen. Ja? Van hoeveel tijd is dit? Van een paar weken. Nou, wat ik meestal doe, dan pak ik één demo, dan zet ik die op en dan doe ik intussen wat mails. En dan luister ik hier even en dan heb ik het wel gehoord en dan mail ik ze. En dat één voor één. Snel wat je van iets vindt? Of ja, vaak wel heel snel, maar soms heb ik inderdaad echt een twijfelgeval. Dat ik echt, wat moet ik? Ik weet het niet. Ik heb geen mening, weet je wel. Maar heb je ook wel eens dat je meteen denkt, hé, te gek. Dit ja. Is gewoon, kan je een voorbeeld geven? Behave. Dat vond ik echt gelijk, heel, heel gaaf. Mijn plan is geslaagd als Behave erkend is geworden. Dus of ze lopen op straat en ze worden erkend door iemand. Ja. Ofwel ze hebben een optreden en ze verkopen veel cd's en misschien delen ze wel een handtekeningetje uit. En toen, je kwam daar en wat gebeurde er toen? Toen gingen we praten over wat je problemen zijn en wat voor kwaliteiten je zelf hebt. Hoe je met je ouders kan communiceren. Wist je dat allemaal nog niet? Ja, ik wist het wel, maar op mijn eigen manier. Dus ik wist niet van omgaan met anderen. Dus praten over mijn problemen. En dat had ik die dag wel kunnen doen. Jij was een probleemjongere? Ja. Wat deed je dan? Ja, wat probleemkinderen doen. Dus van alles en nog wat. Kattenkwaad uithalen, zulke dingen. Ik wil niet dat jongeren meemaken wat ik heb meegemaakt. Want nu is het wel goed met mij doorgekomen. Dat ik het wel heb ingezien wat het leven inhoudt. Wat je voor anderen kan betekenen. Maar als ik bijvoorbeeld niet was benaderd om empowerment te gaan doen. Dan zou ik bijvoorbeeld tot nu toe misschien of vastzitten. Of misschien nog steeds met een criminele circuit of zo. Ik weet de god niet wat ik me dan in de weg had gegeven. Waar is die? Staat er? Nee. Nee, jij heeft stekels. Nee, collega. Mag ik wat vragen? We zijn op zoek naar Jerry. Jerry? Even naar Jerry toe. Oh ja, ik zie hem. Oh, gaat snel zijn. Hoi. Zo, hoe is het? We gaan wel goed eigenlijk. Ik ben aan het werken. Ja, ik zie het. Het is het niet best wel stom, vakken vullen? Nee, ja, anders zou ik hier niet staan. Het zegt ja, mensen heel denigrerend over vakken vullen of over vuilnisman. Je hebt allemaal van die beroepjes, secretaresse, dat iedereen eigenlijk op neerkijkt. Maar eerlijk gezegd, het is gewoon een ding wat je moet doen. Je krijgt eigenlijk lekker betaald voor, het is gezellig. En je hebt een goede werksfeer, dat vind ik nog het belangrijkste ook. Ik kom thuis en ik heb geen stress. Hoeveel verdien je? Ik verdien €4,61. Puur. Netto? Netto. De mensen die zeggen vakvullen stom, die hebben het waarschijnlijk nog nooit gedaan. Is het zo leuk? Nou, het is gewoon gezellig, het is fijn. Ik bedoel, het is niet zo dat ik hier geloof promoten om iedereen vakkenvullen te worden. Ik bedoel, ik studeer niet voor niks. Ik wil dit de rest van mijn leven blijven doen. En sowieso liggen mijn ambities ook anders. Ik bedoel, ik kan hier mensen helpen met een wegwijzer. Maar als ik de politiek iets kan bereiken, dan kan ik een hele hoop mensen helpen. Dus daar is het je echt om te doen, om mensen te helpen met de politiek? Ja, maar dat is toch ook niks moois dan andere mensen helpen eigenlijk. Uiteindelijk willen ze allemaal hetzelfde. En wat willen ze, denk je? Een gezellig samenleven. Ik bedoel, uiteindelijk wil ik gelukkig zijn. Zo simpel is het, hoor. En jij denkt dat je ze daarmee kan helpen? Ik denk dat ik zeker de mogelijkheden kan uitbreiden voor mensen om gelukkig te worden. Zeg maar als ervaringsdeskundige mee. Ja, zoiets, ja. Zo kun je het zeggen, ja. Heb je er zin in?
Ja, ik ben ook al heel moe, maar ik heb er heel veel zin in. Dat wordt vanavond heel laat slapen. En hoe was dat voor jou? De empowerment? Ja. Heel belangrijk. Ik denk tot de dag van vandaag, als ik de empowerment niet had gedaan, dat ik niet zo actief bezig was met jongeren dan zoals ik nu ben. Zeg Big Tasty. Wat is het nou, Big Tasty of Big Mac? Big Mac. Sarah, ook Big Mac? Oh, sorry. Ik heb mijn eigen kwaliteiten leren kennen. Dus dat ik juist de gaven die ik heb ook aan anderen kan doorgeven. Ik heb, maar hoe leer je die nou kennen? Ik bedoel, stellen mensen jou vragen of zeggen ze het? Wat? Ja, die mevrouw die stelt jou een vraag, maar het is, je stelt eigenlijk jezelf die vraag. Maar wat voor een vraag bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld vragen? Van, hoe zie je jezelf over 10 jaar? En dat denk je op dit moment niet bijna, maar op dat moment denk je dat we wel bijna. Jullie gaan op Empowerment Weekend. Ja. Wat betekent dat? Wat is het? Leg maar uit. Nou, we gaan... Ik zou het echt niet weten. Andy? Kun je vertellen wat jullie gaan doen? Weet ik niet. Ik denk dat het je zou raken, want toen hebben we allemaal gezegd, ja, de tweede dag hebben we allemaal gehuild. Ja? Ja. Dat is een raar vooruitzicht dan, hè? Dan dacht ik, denk, oh, wat gaan ze allemaal vragen dat ik daar ga huilen? Ik wou eerst niet meedoen, maar mijn neef zei zo, ja, je krijgt gratis eten en ik hou van eten. Is Andy je neef? Ja, is mijn neef. En hoe oud ben jij? Ik ben 14. Oh, ja. En jij? Ik 14. Oh ja. Ja, zo, maar lach je dan. Nee, maar je zegt toch altijd tegen iedereen met de 15. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Waar is dit voor? Voor de Belvedere. Talent top 100. Talent top 100? Ja, staat station. Ik was op een cd-presentatie in Hilversum van een of andere idolskandidaten. En daar zag ik een man lopen met een hele grote zwarte camera. Ik dacht, verdomd, dat was een paar weken voor mijn cd-presentatie van mijn eerste release. Dus ik dacht, shit, ik moet inderdaad ook persaandacht hebben. Dus ben ik naar die man toegegaan met die camera. Ik werd gelijk doorgestuurd naar de journalisten. En de volgende dag stond ik dus op die voorpagina van de Telegraaf. En daarna is het allemaal gaan lopen. Maar wat zeg je dan tegen zo'n man met zo'n camera? Wat ik toen zei, dat weet ik nog heel goed. Ik stond met 2 biertjes in mijn hand. Dat is natuurlijk zijn presentatie gehad, toch? Weet je? Ja. Dus ik sta met 2 biertjes en ik zeg... ik vroeg eerst van fotograaf. Ja, ja, ja. Go for what? Ja, Telegraaf. Ik zeg, oh. Kijk, en toen zei ik iets van, ik heb wel een leuk idee of een leuk verhaal voor jullie, wat misschien wel een nieuwswaarde heeft. En toen zei ze, wat dan? Ja, ik ben 16 en ik ga een platenlabel beginnen. En dan gaat dat heel snel, want opeens sta je erin. Op de voorpagina? Ja, dat is een heel klein fotootje op de voorpagina. Kijk, dit was voorpagina. Vet spannend. Label Stage Records heeft al een naam gemaakt, zeg maar, in het muziekwereldje. En nu bij bands nog. Stacey, lieve schat, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou mensen beroemd maken of wil je dat die mensen jou beroemd maken? Dat lijkt me echt de belangrijkste vraag voor jou om te stellen. Dus wil je sloten met geld verdienen? Nou, dan weten we wat je moet doen. Dan moet je al die commerciële bands moet je op het podium trekken. En ik vraag me af of die commerciële bands niet misschien wel veel beter terecht kunnen bij BMG of bij een andere platenmaatschappij. Wat een rotzak ben ik, hè. Maar vraag je eerst af, wil je nou zelf beroemd worden of wil je dat die bands beroemd worden? Right? En dan Jerry, die vakkenvullende hemelbestormer, of andersom, de hemelbestormende vakkenvuller. Als jij in de politiek wil, dan moet je echt al je idealen laten varen. Je moet niet geloven dat één van die mensen daar een ideaal heeft, behalve dan belangrijker worden, machtiger worden en dan een beetje wegcarousellen naar het zakenleven en alsnog heel erg rijk worden. Weet je wel, links lullen, rechts vullen. Als ik jou was, zou ik maar gewoon in die Albert Heijn blijven staan en blijven vakkenvullen. En dan Andy. Ik geloof niet dat er één iemand is die hiernaar kijkt die denkt dat jij die criminele jongetjes een beetje van hun criminaliteit kunt afhelpen via empowerment. Ik heb nog nooit zo'n bullshit bij elkaar gezien. Dat jij erin trapt, dat is één ding. Maar dat je al die anderen meeneemt, dat is echt fout. Herkennen mensen je ook al uit de krant? Nee, nog niet echt voorgekomen. Maar wat dit is, kan nog komen. Hoop je daarop?
Nou, het is wel handig, want ik wil nu spreken mensen aan die ik alleen ken. Ik wil eigenlijk ook wat andere kringen mensen horen. Dus het zou op zich heel voordelig zijn voor iedereen eigenlijk als we elkaar zouden leren kennen. Heb je wel eens gehoord van de Realistische Partij? Nee. De Realistische Partij? Ja. Nee, nog nooit van gehoord. Nee. Realistische Partij? Ja. Nee. Hebben jullie enig idee wat Jerry naast zijn werk doet? Nee. Kunt u de omstand vertellen? Bekend, dat is goed, want je kan meer makkelijker communiceren met mensen. Als ik nu als een wildvreemde ergens ga staan en ik ga alle dingen lopen, dan heeft iedereen, ja, wat doet die man ook daar? Maar als iemand weet dat ik serieus wil proberen te veranderen en ze zien van, hé, dat is Jerry, die ken ik, dan komen mensen eerder naar je toe. Dan komen ze ook beter met ideeën. Dus het scheelt een hoop. Ik vind dat het uitgaanscentra, dat wat langer open moet. Dat gaat nu tegenwoordig op de Damlaan. Het is nog niet echt een centra, maar die paar zaken die er zitten, die mogen wel wat langer open blijven voor mij. Dat hebben we ook in ons programma staan, dus dat zeker naar geluisterd. Jazeker. Meer studiefinanciering. Dat is realistisch. Ja, vind ik wel. Arme studenten hebben meer geld nodig. Ja? Ja. Ben je heel erg arm? Ik ben onwijs arm. Maar waarom winkel je dan hier? Subvention omhoog, dat hebben we niet in ons programma staan, maar dat heeft meerdere redenen. Wij vinden dat de kosten omlaag moeten van de studie. Nou, het is nu woensdagavond. Ja. We zijn in Den Haag. Geweldige stad Den Haag. Ja. En we zijn hier omdat de Behave moet spelen vanavond. Ja. En er is ook nog een wedstrijd, zeg maar. We noemen het competitie. Wat voor competitie is het? Het is voor de VARA, het programma De Band, misschien wel bekend. Die hebben een competitie voor een Nederlandse pop-rockbands. Ja. Het zijn 400 inzendingen geweest en er zijn nou 5 finalisten. En Behave zit nou in de finale, zeg maar. Dus dat is wel goed. Heel leuk. Stacy, ben je zenuwachtig? Vind ik een band die druppelt over van enthousiasme. En als je nou echt een partyband zoekt voor een goed feest, is het volgens mij Behave. Uitermate veel energie. We gaan gelijk naar de winnaar. En op dit moment in tijd vinden wij de winnaar op al die terreinen nou en. Ja! Waarom heeft Behave nou niet gewonnen? Niels van der Hecht als een soort van entertainer. En entertainer is goed, zolang je het niet afdrijft. En ik denk dat dit het minpuntje van de band was. Dus ze waren te veel een partyband? Ja, te veel bruilofte partijen. Nou, dan moet je dan toch maar eens op aanspreken volgende keer. Ja. Want ja, jij bent toch een platenbaas en je wilt toch dat ze verkocht worden, toch? Absoluut. Nou, ik denk dat ik andere jongeren zou kunnen helpen om... Ja, om hun eigen kwaliteiten te leren kennen. Hoe lang ken jij Andy al? Zo, ik ken Andy al 5 jaar. Ik ben gewoon vaak met Andy en alles wat hij doet, vertelt hij mij. Dus. Maar heb jij nog gemerkt dan sinds de afgelopen empowerment dat er bij Andy iets is veranderd? Of? Zo, heel veel. Ja? Heel veel, echt. Heel veel. Wat dan bijvoorbeeld? Want wij kennen hem alleen van daarna. Vroeger was hij agressiever. Nu ja? Ietsje minder. Hij is rustiger geworden. Hij denkt meer na en zo, dus ja. Hij was vroeger meer zo, ja, hij werd sneller boos. Maar ja? nu is het gewoon... Hij was vroeger dat niet meer. Nee, hij werd vroeger best wel snel boos. Jari, we zitten nou in een café in Voorburg. En wie zit er naast je eigenlijk? Het is Koen Daas. Je kan zichzelf voorstellen, denk ik. Ja, ik ben Koen Daas, ik ben 17. Ik ben nu nog officieus secretaris van de Realistische Partij. Hoeveel leden heeft de partij? Op dit moment zijn 32 leden. En hoeveel wil je hebben zo zeg, nou, over een jaar? Voorlopig willen we een doel vaststellen op de 100, 200 leden. Dat is ons idee. Cry all alone on the bathroom floor 'cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And the dad is gone. So where's the ground now? In a laugh now. I ain't got
got a job now. Drink for you, is it just a little time? But for me, it's what I call life. Mm. We komen zo meteen bij het hotel aan. Gaan we allemaal inchecken. En daarna, ik kan niet te veel erover zeggen wat we daar allemaal gaan doen. Maar we gaan niet doorvertellen hoor. Nee, dat begrijp ik. Wat ga je zo doen? We gaan zo naar de burgemeester. Die heeft ons uitgenodigd om te komen praten. Naar aanleiding van een debat waar we zijn tegengekomen. En ik heb eigenlijk nog geen idee waar je het over wil hebben. Waarom zijn jullie daar uitgenodigd? We waren ooit beide aanwezig op een debat georganiseerd hier in de gemeente. En het ging over de gekozen burgemeester. En daarna werd ons gevraagd of wij met hem een afspraak wilden maken. Maar... En dat is alles wat we weten. Stacy, wat ga je doen? Nou, we staan hier voor een hele grote doe-het-zelf-zaak. Ja. En ik heb hier iets in mijn hand. Je poster, volgens mij. Dat zijn mijn Dutch-lijsters. Posters, ja? Ik heb al een cd uitgebracht. Spannend, hè? En daarop staan 9 bands. Waarmee ik een toertje aan het doen ben. Door heel Nederland. Langs 9 zalen als 013 en de Kade en Melkweg en zo. En wat gaan we daarmee doen? Wij gaan iets illegaals doen. Wat dan? Wij gaan hier naar binnen, we gaan lijm kopen en een kwast, een hangkwast. En dan gaan we richting Leidseplein om daar die straatjes onder te plakken. Zodat iedereen naar de Melkweg komt. Echt een miljoen soorten lijm. Wat voor een lijm heb je nodig om op buitenmuren te plakken? Dat weet ik niet. Lijm? Dat weet ik ook. Weet jij dat, Stacy? Ja, behanglijm. Behanglijm? Ja. Waar je kamer mee bangt. Dat ligt vast bij het bang. Hey, zit je nou nog steeds op die bank? Dit is geen programma voor bankhangers, weet je. Bouwhooi. Doe eens Andy, Fatima aan de rest. En kom met een plan. Er is nog genoeg te doen. Ga naar www.ikhebeenplan.nl. En de beste plannen komen met je naam en de hele reutemut uit en de hele Santekraam en de flikkersbinden op de website. Kom op, je hebt een plan, toch? De burgemeester. Oh, wat leuk dit te ontmoeten. Het moet hier ergens zijn. Deze deur. Ja. Volgens mij horen ze ons echt. Het valt heel erg op. Die man die zit bijna met zijn rug tegen de deur aan. Wij komen hier filmen en wij komen dit kopen. Ja? En wij dachten, misschien kunt u wel een beetje korting geven. Omdat wij heel leuk zijn en wij doen iets heel goeds voor de Nederlandse cultuurindustrie. Ja? Wat mooi, artistiek schrijven. Dat hij voordat ik opgepakt word. Dan moet ik naar bureau Halt. Minder snel boos worden. Ik heb er geen één keer boos gezien. Ja, ik. Ben deze weekend ook boos. Ja, ben je niet boos geweest? Mooi, mooi. Applaus. Ik wil een beetje naar achter gaan, want je ziet dat ik me niet geëpileerd heb. Nou, echt.